Welkom bij een nieuwe uitzending van Dutch Digital Dude. Dit is weer een Studio Tips uitzending. In de vorige Studio Tips heb ik verteld over de plugin die je in Photoshop hebt als je de Atom hebt geïnstalleerd, je video switcher, en die dan, hoe je die dan activeert en gebruik ervan maakt. Rechtstreeks van Photoshop exporteren in een van de sloten van je mediapool. In deze uitzending ga ik laten zien hoe dat werkt en hoe je een lower third en een logo op zijn plek neerzet in de what you see is what you get instelling van de Atom. Ook transparant. Want als Photoshopper hou ik van die instelling, want wat ik maak, dat zie je ook in mijn uitzending. Achter mij is de Atom Switcher Controller software, de media pool met mijn 20 slots. Ik kan wat ik in zo'n slot sleep ook in de uitzending brengen. Beneden is mijn downstream key. Ik werk met de upstream key voor deze uitzending. Dit is trouwens live opgenomen weer, maar dat wisten jullie al. Ik zet de voorinstelling altijd aan. Als ik Media Player 1, ik heb er maar één, kies als Fill Source. En ik zet de Key Source ook als Media Player 1 key. Dat is mijn alpha kanaal. En als ik dan hem aanzet, dan krijg ik als Photoshopper precies wat ik wil. In de uitzending precies wat ik wil. En daar hou ik van en dat wil ik graag met jullie delen. Photoshop, hoe doe je dat? Bestand, nieuw. Je maakt een 1080p achtergrond. Het grote voordeel is dat je meteen je lijnen erbij krijgt. Met het rechthoekige selectiegereedschap maak je bijvoorbeeld een lower third. Je gebruikt de buitenkant van die lijnen. Dat is de plek die je hier zo ziet. We hebben een extra laag nodig, want je kan de achtergrond pas uitzetten als je er iets voor hebt opgezet. Dat is Photoshop. Vullen met Shift Backspace. Vul je gewoon die selectie op, want het is heel druk buiten, dus we hebben allerlei bijgeluiden vandaag. En daar staat dan je achtergrond. We hebben nog wat tekst nodig. Dus digital dude. Kan natuurlijk elke kleur zijn die je wil. Beetje te groot, moeten we wat kleiner maken met Ctrl-T. Vinkje. Zoals hij nu is, kunnen we hem al exporteren. Vergeet niet de achtergrond uit te zetten. Bestand. Exporteren. Waar ben je? Ja. Atom Switcher Pool. Windowtje komt elke keer in deze monitor. We kunnen heel simpel een naam geven. Maakt niet uit. De actieve mediapool locatie die staat nu op nummer 1. Set to media player. Altijd het multi-alpha kanaal meenemen. Zodra je export zet, krijg je op de plek in je uitzending wat je gemaakt hebt. Het ziet er ook echt zo uit. Wil je die achtergrond transparant? Het enige wat je dan hoeft te doen is de achtergrond gewoon 50% zetten. Bestand exporteren. Atom pool. Naam geven. Zo kun je dus ook je sloten vullen. Want je kan tegen deze ook zeggen, we zetten hem in slot 2.
export. Dan zie je hem hier niet veranderen. Dan moet ik wel tegen de mediapool zeggen dat wat ik heb gezet in slot 2 is nu daar in de uitzending. Semi-transparant. Ik laat ook nog even een logo zien. Ik laat deze op dezelfde pagina staan, maar je snapt hem al. Maak je een nieuwe pagina, dan heb je 2 sloten waar je kan wisselen. Live logo of je lower third. En zo heb je 20 plekjes. Een logo. Gebruik weer die buitenste lijnen. Shift backspace. Zelfde kleur. Hij zet hem zelfs al in 51%. Ctrl D, dan haal je de selectie weg. 3 keer D, 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 D. Zet hem even op zijn plek. Zullen we hem zo wegschrijven? Bestand exporteren. Naar de media. Waar ben je? Daar is hij. Even mijn naam. Zullen we hem eens in de 2 laten staan? Dan zien we hem veranderen. En export. Nou, je begrijpt het al. Zo werkt het gewoon. Ik spreek je de volgende keer. Dit is de what you see is what you get instelling. Ga ik nu zo terug, dan denk je, hey, er is wat veranderd. En dat is ook zo. Want als ik mijn macro niet heb ingesteld op de juiste dingen. Ik heb niet gezegd dat hij die mediapool moet meenemen. Dan ben je het weer kwijt. Het enige wat je dan zou kunnen doen. Want dat maakt het allemaal ingewikkeld. Is gewoon sowieso opnemen in je mediapool. En in je macro bedoel ik. En dan zet je hem daar vanzelf aan en uit. Niet ingewikkeld. Dit was hoe je dus je logo's of je lower thirds exporteert vanuit Photoshop in je sloten. Transparant. Hoe je het zelf wil. What you see is what you get. Als je maar die pre-multiplied key aanzet, doet de switcher de rest. Vind je mijn video's leuk? Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Later.